Ruben Visser, je hebt vandaag dag 6 heb je overleefd. Ja. Niet met een hele grote stek uiteindelijk, maar toch heel knap overleefd. En een hele groot prijsbedrag wat je al binnen hebt. Je begon de dag eigenlijk heel erg mooi. Je liet meteen al een mooi 4-bit bluffje zien. Je kreeg een keertje heel mooi afbetaald met de pocketboer. Dus je begon de dag al heel erg goed. Ja, eigenlijk ging het eerste level zoals de afgelopen dagen elke keer. Het ging gewoon echt super. Ik won dus inderdaad een handje met boeren waar ik flopcall, turn and riverbed. Ik vierbed een keertje iemand met zessen met planten, vierbed folden. En omdat ik gewoon te vond dat ik te duidelijk spot pakte om te driebetten. En ik dacht, ja, laat ik me gewoon gelijk in het begin kleur bekennen. Gewoon denken van ja, ik knal er gewoon overheen en als hij folt, dan folt hij. Ja, ik bedoel gewoon, ja, ik dacht dat hij maakt je folden. Daarna had je nog, je zakte op een gegeven moment even een klein beetje weg. Toen kwam je weer heel erg mooi terug met een pot met koningen. Ja. Tegen 9-5 van Schoppen. Ja, die kerel was ook helemaal op tilt, dat sloeg nergens op. Die verloor daar de hand ervoor. Hij opende de gun. Stefan Huber, die zit direct rechts van me. Het is gewoon een hele goede Zwitserse jonge speler. Die shipt dan 15 blinden. En die andere jongen gaat lang in de tank. En die kalt dan opeens met 10-8 suited voor 40% van zijn stack. Dat staat natuurlijk helemaal nergens op. Dat is gewoon voor verslagen zien ze op al die. Doet gewoon echt maar wat. Hij speelde tot dat moment leek het gewoon wel goed omdat er gewoon geen showdowns waren. Maar ja, je gaat natuurlijk niet zo'n all-in opeens call. Je kan gewoon makkelijk gewoon echt 20% maximaal hebben. Er werd toen geriverd, want hij flopt een 10, turn en flush run. Hij werd geriverd door een vrouw. Letterlijk de hand erna, ik open de cut-off met koning op zijn big blind. Hij defend 20 bij diep 9-5 suited. En donkpad op 5-7-7, ik race klein, hij shoft. Ja, ik ben niet super blij, maar ik moet zeker daar callen met mijn koningen. En even een 9-5 suited, waardoor hij bijna dood is. Sterker nog, in het report las ik dat je sneller dan het geluid je chips erin had. Nou ja, dat is ook weer niet helemaal waar, maar ik race, hij chips. Ik zeg van ja, oké, ik call. Gewoon, ja, ondertussen zit Erik Sambo hier weer bij de hand te doen. Het heeft het mooie woorden zoals koelkast random te noemen, maar dat mag je altijd doen. Op een gegeven moment gaat hij ook gewoon echt opgroeien, maar dat duurt bij hem waarschijnlijk nog even iets langer dan bij een gemiddelde persoon. Hey, je was er eigenlijk dus de hele dag gewoon heel solide, het ging heel erg goed. Toen kwam een beetje een cruciale hand, nou, veel besproken hand. Leg uit wat precies je gedachtegang was in je hand met de koningvrouw. Oh, dat vind je per se heel veel besproken. Tenminste, misschien wordt dat wel, maar het is een jongen die net met vrouw een grote pot verliest van de Aasde Koning voor echt 3/4 van zijn stack en daardoor heel erg terugvalt. Die volt dan een paar handen en die schuift dan met 10 big blinds een Nukem plus 1. Nou ja, ik denk dat ik heb koningvrouw solid op de button. Ja, je hebt daar, hij shipt voor 520k, je hebt dan op dat moment een stack van 1,4 miljoen. Ja, ik denk dat hij daar vaak genoeg een hand heeft die een stuk minder is. Ik denk dat hij 7-8 suited of iets eigenlijk ook gewoon shipt. Ja. Dus in het beste geval ook gewoon koningboer, koning 10, dat soort dingen, dat shipt hij wel. Want dat is een vrij agressieve Aziatische speler. Dus ja, het is eigenlijk met een paar handen waar ik het heel slecht tegen doe. Ik denk ook niet dat ik zelf met minder dan king queen suited call. Het is wel de bottom van mijn range, maar ik denk dat ik te veel vies laat liggen door daar niet te callen. Het leek mij eerlijk gezegd ook een heel redelijke move. Nou, je weet, ik heb redelijk wat vertrouwen in hoe jij redeneert. Dus jij zal waarschijnlijk hebben geredeneerd van het is misschien voor 6-37% van mijn stack. Grote kans dat de tegenstander gewoon poepie woepie heeft. Zelfs een kans dat ik hem gedomineerd heb. Dat hij misschien koning 10, koning boer staat daar zitten spelen. Dus en gaat het mis, dan heb ik alsnog pakweg 16 blinden over. En dan heb ik alsnog genoeg om een paar plaatsen te stijgen en mezelf rustig in het toernooi te spelen. Ja, het was niet voor een te groot gedeelte van mijn stack. En ik denk dat ik daar gewoon te goed doe tegen zijn range om daar king te folden. Ik denk dat koning boer wel gewoon fold, maar ja, ik denk dat king queen suited gewoon te goed is, te goed doet tegen zijn range om dat erop te geven. Dat hij nou net aas koning heeft, dat is gewoon jammer. Dat ik 1000 outs niet kan hitten, ja, dat is gewoon balen, maar ik sta 100% achter mijn eigen move en ik zou het nu morgen weer doen of gewoon anytime. Je bent na die hand was je redelijk short, tenminste redelijk short. Je zakte wel langzaam een beetje weg. Op een gegeven moment had je 12 big blinds. Maar je bent toch weer gewoon heel rustig de dag geëindigd met nog iets boven het miljoen. Heb je nog een showdown moeten spelen of was het alleen maar keurig net ietsje meer stelen dan waar je recht op had? Eigenlijk kreeg ik veel betere handen dan waar ik recht op had. Daar kan ik heel eerlijk over zijn. Ik kreeg een keer aas vrouw met 12 big blinds naar me toe gevoeld in de cut-off. Ik kreeg een keer azen met 15 bb under gun plus 1. Nou, dat schuif ik. Omdat ik denk dat mensen ook verwachten dat ik veel minder daar schuif. Dus ik kan niet opeens aas gaan minracen, dat is gewoon te duidelijk. Ik herschuif nog een keer met azen over een race. Ook vanuit vroege positie helaas. Dus dan staat het allemaal net wat sterker.
En ik openschuif nog een keertje met ook weer boeren. Dus ik kreeg gewoon eigenlijk gewoon hele goede handen. Dus ja, dat is geen skill of zo. Dat is gewoon lekker dat je precies die handen krijgt op het goede moment. Waardoor ik de dag toch weer eindig met 1 miljoen. Ruim 1 miljoen. En ja, morgen toch met 18, 19 blinden weer terug mag komen. Laatste vraag, want je gabbertjes zijn klaar om op stap te gaan of om leuke dingen te doen. In ieder geval je mee te nemen ergens naartoe. Ja, ik ga niet mee hoor. Nee. Ik ga lekker zo meteen slapen, maar ik ga nog met een van de jongens even wat eten en de rest gaat allemaal naar XS. Maar voor mij niet. Ik ga morgen dag 7 van het main event spelen. En dat lijkt me belangrijk genoeg om een avondje stappen te missen. Nou, dat is zijn woorden naar mijn hart, zoals je weet. Laatste vraag. Eigenlijk gisteren hadden we het over dat je aan de ESPN-tv-tafel zat. En toen vertelde je eigenlijk heel interessant over wat het nou anders maakt dan een gewone tafel. Kan je heel in het kort, want ik wil je niet te lang ophouden, kan je heel in het kort uitleggen wat nou eigenlijk die grote verschillen zijn? Nou ja, ESPN-tafel natuurlijk meer licht, alles duurt langer. Alles moet geverifieerd worden, je moet je kaart laten zien, dus elke hand duurt langer. En daarnaast worden de handen die naar de flop komen, die worden een half uur later worden die, gestreamd. Ja. Dus dat betekent dat iedereen die genoeg vrienden heeft, die $2 hebben om die holcards te zien, die krijgt ook gewoon sms'jes met, joh, die en die had die hand daar. Dus dan weet je heel snel wat mensen hadden in potten die niet bij Solen zijn gekomen. Waardoor dus heel snel wat veel betere reads eigenlijk op mensen krijgt. En dat is heel interessant, omdat je daarna gewoon dus veel meer weet over hoe mensen spelen dan een normale tafel. Want daar gaat 1 op de 20 handen gaat misschien naar showdown. Ja. En hier gaat nu opeens elke hand die naar flop gaat, weet je daarna wat mensen hadden. Zorg voor een extra dynamiek waar ja, mensen ook weer weten dat er wordt gedriebet, wie met wat driebet bluft en dergelijke. Dus zorg voor een hele interessante dynamiek. Waar je vooral, als je denkt dat je beter die informatie kan gebruiken, in tegendeel nog een extra eisje kan creëren. Heb jij zelf ook op een bepaald moment die informatie kunnen gebruiken? Want ik neem aan dat jij ook slim genoeg bent om een paar jongens te hebben die het nagekeken hebben. Ik kwam niet in spots eigenlijk waar het mee uitmaakte. Ik had een vrij soort stack aan die tafel. En ik was wel blij dat ik op een gegeven moment Divetic Koning 9 vanuit de Big Blind tegen Alan Cunningham die de button opent. En ik check al op 2-2-3. Omdat ik denk dat hij daar vrij eerlijk gaat terugspelen daarna. Dus dat ik heel vaak de hand gewoon check gaat. En dat ik met Koning hoog win. En hij bet door op een turn 7. En ik denk dat hij daar gewoon vrij eerlijk speelt dus. En dus wel mijn beat heeft. En hij had inderdaad een 7 geturnd. Dus dat soort dingen zijn gewoon lekker om je eigen reads een beetje te reinforcen. Oké, Ruben Visser, morgen wens ik je heel veel succes. Gemiddeld zal nu iets van 3 miljoen zijn, denk ik, maar jij maakt je natuurlijk geen zorgen. En ik wens je heel veel succes, man. Dankjewel.